samenwerking is bij ons een intensieve samenwerking met twee bouwers die wij ook heel intensief geselecteerd hebben. En waar wij 3 jaar lang 550 woningen per jaar mee gaan verduurzamen. In Amersfoort zie je dus eigenlijk echt doorsnee woningen die we veel hebben in de sociale voorraad. En daar zie je dus woningen die in de sociale sector worden verhuurd, die verduurzaamd worden. Waar zonne-energie opgewekt wordt, waar isolatie wordt toegepast. Waar het wooncomfort wordt verbeterd, want duurzaamheid gaat natuurlijk ook over wooncomfort en toekomstwaarde. Maar ook de gezondheid in de woningen wordt verbeterd. Dus er is een heel breed scala van verduurzamen van woningen. En wat breder gaat dan alleen energie. Mijn eigen mening is dat de essentie van deze samenwerking is dat er een diepgaand vertrouwen is in elkaar. Iets wat we in onze branche eigenlijk nauwelijks tegenkomen. Durf je elkaar te vertrouwen? Dat is volgens mij de essentie van deze samenwerking. En ik vind dat het uitstekend gelukt is. Maar dat betekent dus ook dat de bouwers ons ook een spiegel voorhouden. Hoe ben je? Hoe werk jij eigenlijk? En hoe werkt de rest? Dat gaat vanaf gemeente tot opdrachtgever, tot aannemer, tot bureaus die met de omgeving bezig zijn, met flora en fauna, tot en met de installateurs, tot en met de constructeurs, tot en met de architect. Maar vooral niet te vergeten de bewoner zelf. Ja, het is denk ik de bevlogenheid om de kostprijs in de sociale woningbouw te laten zakken. En dit is er een uitstekende methode voor. Het impact ervan is dat we in één keer collega's zijn geworden. Als ik een e-mailtje kreeg vanmorgen, kreeg ik een e-mailtje van de secretaresse van de directeur van de Alliantie en er staat erboven: geachte collega's.